ik heb iets van de Little Mermaid gezongen natuurlijk. En ook iets van de Wiz. En ik kwam er binnen en mijn tweelingzuster deed ook auditie. Die is nu eerstejaars muziektheater klassiek. En dus volgens mij was ik eerst. Later zei ze daar, oh nog één met krullen. Weet je wel, nog een tweeling. Zeg maar, oh ze tweeling. En ja, de ene die zat dan heel serieus op te schrijven. En de andere zat helemaal mee te leven. Dat je dan nog vertrouwen had van, yes, oké, ik doe het goed. En ja, Marnix die begeleidt dan altijd, dus dat doet heel goed. En ja, dat was heel leuk gewoon. En ik merkte al van, als het gaat lukken, want het was voor mij ook wel ver weg. Want ik woonde toen in Heemstede. En dus het was echt een avontuur om naar Tilburg te komen. Dus het was echt zo, nou, of deze missie gaat lukken. Als het lukt, dan moeten we elke zaterdag vroeg op en hierheen. En toen waren we door en de volgende dag, voor mij dans en spel, als ik het goed zeg. Of diezelfde dag al spel. Ja, dat was allemaal wel heel spannend. Toen mochten we ook specialisaties van de auditie voor doen. En ja, het ging eigenlijk gewoon heel goed en dat was echt heel leuk. Ik was ook heel blij dat ik hierbij mocht komen doen.